En de start is gevallen. Vlotte start van Gwen Pasmarik. Aan de binnenkant is nog sneller weg Happy Du Park. Happy Du Park, Gwen Pasmarik. Derde spoor daarnaast is voor Girly Purple. Die toch ook aardig kan beginnen, maar tegen deze twee voorlopig niet op kan. En de vierde plaats daarachter is voor Hot Lips Well. Ze gaan de paarden de eerste bocht door. Leiding voor Happy Du Park. Girly Purple is onderweg naar voren. Maar dat kost wat moeite, want het tempo ligt vrij hoog. Komt nu op een gedeelde tweede plaats. Deelt die tweede plaats met Gwen Pasmarik. En de vierde plaats daarachter is voor Hot Lips Well. Dan het gaatje naar uh, Caroline Albers met Frederike Noort. Die voert de tweede peloton aan. En intussen gaat de favoriete de leiding overnemen. Leiding wordt overgenomen door Gurley Purple. En de eerste tussentijd is 1 l 4 heeft wel wat gekost, 11-4 die eerste 500 meter. Maar dan heb je ook wat. De leiding voor Girlie Purple en daarachter op plaats 2 Happy New Park. Daar komt aan de buitenkant nu Elisa Damour naar voren. Blijkbaar is de tempo fors naar beneden gegaan. Maar dat ziet er heel simpel en soepel uit wat Elisa Damour aan de buitenkant aan het doen is. Achter hem aan gaat Philly Witchie mee naar voren. Naar wie deze koers vernoemd is. En zo komen de paarden in compacte formatie de rechterlijn voor de tribune weer in. Frans van der Blonk even in gesprek met Giel Wildhagen. Het gaat ongetwijfeld over de tempowisseling waar Frans van der Blonk van profiteerde door naar plek 2 op te rukken. Hij zou de leiding ook wel willen hebben, maar dat vindt Giel Wildhaag weer geen goed idee. En zo gaan ze al pratend die meters door voor de tribune. En gaat Van der Blonk nu wel doordrukken aan de buitenkant. Elisa Damoer, tussentijd 20-3. En Elisa Damoer gaat overnemen. Giel Wildhaag wil gelijk weer terug naar buiten. Dat doet hij ook. En gaat hij net voor Fili langs proberen te gaan. Dat valt niet mee, want Fili Witschi deed er alles aan om dat te voorkomen. Het is net niet gelukt. En daar komt Girlie Purple weer terug aan de buitenkant. Leiding in handen van Elisa D'Amour. Girly Purple aan de buitenzijde. Philly Witchy derde. vier aan de relingzijde. Heeft het niet makkelijk, Happy New Park. wat moeite met de loop. Daarachter aan de buitenkant ligt Frederike Norg. Daarachter aan de relingzijde Gwen Pasmariek. En daarachter volgt nog Hot Lips Well. Zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. En Girly Purple die wil wel voorbij. Maar is net niet snel genoeg om dat heel vlot te doen bij Elisa D'Amour. Kosten weer wat moeite. 17-1 de tussentijd. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Van die lauwe fases zitten erin bij de favorieten. Maar ze heeft wel de kop met een lengtevoorsprong. Philly Witchy, die ligt aan de buitenkant schuin daarnaast, ligt op plek 2. Derde aan de relingzijde, Elisa D'Amour, die nog wel ietsje lijkt te hebben. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Het is uh, Gurley Purple die leidt. Maar iedereen ruikt bloed. Want Gurley Purple heeft al twee keer het bit losgelaten. En die komt nu als eerste de laatste rechte lijn in. Maar in drie sporen gaan ze hem aanvallen aan de buitenkant. Gurley Purple leidt. Philly Witchy neemt nu over in de Philly Witchy prijs. Maar daar komt Frederieke Norg naar wie die koers niet vernoemd is. Galoppaard aan de buitenzijde van Tom paard. Huisgeschakeld nummer 3, nummer 3 galop. En nu komt ook uh, Happy Du Park vrij. Happy Du Park aan de buitenkant wordt heel snel. Happy Du Park gaat hem winnen. Happy Du Park de winnaar. Tweede plek Frederike Noor, Derde is Elisa Damour. En vierde in de pre Filiwitschi is Filiwitschi 16-9 voor de winnaar.